Ja, ik moet me opschieten, joh. Ik wil even feesten, hè? Nee, Mats is aan de beurt. Mats is aan de beurt, dankjewel, man. Tja, gefeliciteerd, jongen. Kom er maar gelijk bij, Mats. Hij zegt, ik wil snel weg, want ik wil gaan feesten. Wat gebeurt er dan allemaal hier? Ja, het gaat helemaal tekeer in de kleedkamer. Daar wil ik eigenlijk ook bij zijn. Dan moet ik allemaal interviews geven, dus houd een beetje kort alsjeblieft. Ja, vertel eens, wat er gebeurt dan in die kleedkamer? Ja, het is, volgens mij werd net trainen even in het zwembad gegooid, dus dat was wel even leuk. En, nee, ik heb er heel veel zin in wat er straks allemaal gekomen. Ik weet het eigenlijk nog niet, dus we gaan het zien. Hoe heb jij deze dag ervaren? Ja, heel mooi. Ik denk natuurlijk wel, het zal wel een hele anticlimax zijn als we vandaag niet hadden gewonnen, denk ik. Met alles wat al geregeld was en iedereen verwachtte natuurlijk dat we gingen winnen. Dus dat is wel lekker dat je dan natuurlijk snel 2-0 voorkomt. En, ja, eigenlijk hadden we niet heel veel, alleen op standaard situaties een paar keer. Ik kopte hem zelf nog even op de lat. Dus, even die spanning erin houden. Ja, maar anders was het een beetje te saai. Dus nee, geweldig, ja. Wat gebeurt er dan na afloop? Hè? De scheidsrechter fluit, dus afgelopen, je bent landskampioen en dan? Ja, ik kon het eigenlijk niet echt heel erg geloven eigenlijk. Ik had het met Q er ook al wel over, vooral ja, Quilin is dat. Die, wat we eigenlijk kwamen allebei hetzelfde natuurlijk een beetje in het tweede seizoen zelf erin. Ja, wat wij eigenlijk met z'n tweeën al hebben meegemaakt, hij natuurlijk bij Jong Oranje, ik bij Echte Oranje en dan nog dit erbij allemaal. Dus ja, het is eigenlijk een beetje ongelooflijk, maar ja, het is wel echt geweldig, ja. Beschrijf dat, dus, want je doet het heel kort inderdaad, hè? Want hij bij het Jong Oranje, ik bij het Echte Oranje, het is heel snel gegaan. Maar hoe heb jij dit hele seizoen ervaren? Het is natuurlijk een krankzinnig seizoen voor jou geweest. Vorig jaar promoveerde je met Excelsior. Ja, het is geweldig. Ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel over te vertellen. Ik denk dat ik de aankomende 2 weken er een beetje meer over na ga denken, maar ja, het is wel krankzinnig wat er allemaal met mij gebeurt, ja. Meegekregen wat hier in het stadion gebeurt, hè? Het feest wat hier wordt gevierd. Heb je enig idee wat er buiten ook gebeurt, wat er in de stad gebeurt? Nee, ik heb nog niks gezien. Ik heb ook nog niet op mijn telefoon gezeten, dus ja, dat zal wel tekeer gaan. En we gaan het morgen misschien, denk ik wel, zien hoe dat op de Coolsingel gaat zijn. Dus ja, ik heb er heel veel zin in, ja. De trainer is het zwembad ingegaan. Ja. En verder, wat gaat er nog gebeuren? Ja, misschien gaan er nog een paar assistenten erbij in, maar ik weet het allemaal nog niet. Ik heb geen idee, nee. Vanavond, mag je dan eindelijk een biertje of zo? Of hoe doe je dat? Ik ben aardig aangeschoten, moet ik je zeggen. Ja, ik heb hier ook een Bacardi Cola staan, dus dat komt wel goed. Nee, ik heb er veel zin in. Alleen ik heb niet echt een bodem, dus het gaat vrij snel. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel.